Het percentage bij positieve HIV-testen in Suriname is groter bij mannen dan vrouwen. Deze data kwam naar voren tijdens een symposium over de huidige stand van zaken omtrent HIV in Suriname. Deborah Steinberg, manager HIV Surveillance, onderstreept dat 2 keer minder mannen gaan testen om te weten wat hun status is dan vrouwen. Zij geeft verder aan dat ondanks jongeren in de leeftijd van 15 tot 24 jaar toegang hebben tot informatie, toch weinig weten over die ziekte. Dan zien we dat inderdaad 48% van de mensen, van de jongeren aangeven dat ze met meerdere partners hebben en dat 48% maar een kon doen. Verder zien we dat 43% van de jongeren inderdaad ook discriminatiegedrag hebben tegen mensen die liever met haar doen. En als we kijken naar kennis, dan zien we dat 98% van onze jongeren, dus meer dan een kwart van onze jongeren, inderdaad niet weten over goede manier over HIV en wat de juiste manier van overdracht is. En er heel veel mythes nog steeds leven onder de. Internist infectioloog Steven Vreden ging in zijn presentatie in op het gebruik van PrEP en PEP, de voorzorgmaatregelen voor personen wiens partners HIV hebben. Vreden benadrukt dat de effectiviteit van de PrEP niet onderschat moet worden, omdat het voor 90% heel goed werkt als het adequaat wordt gebruikt. We zouden het veel meer moeten aanbevelen aan de mensen, omdat je daarmee echt, als mensen dat op een goede manier gebruiken, een belangrijke, kan een gamechanger zijn. Het is vanwege TNO4 en de toestanden die we kennen, weten dat dat eigenlijk weinig bijwerkingen heeft. Dus het is niet erg moeilijk voor mensen om deze medicatie te gebruiken. Maar we moeten wel heel duidelijk aangeven, het beschermt tegen HIV, of het voorkomt HIV, maar beschermt niet tegen andere SOA's. En die zijn, zoals we net ook gehoord hebben, een toenemend probleem in de Suriname en in de wereld. Met het organiseren van dit symposium probeert de Stichting Post-Academisch Onderwijs Geneeskunde Suriname, SPAOX, ervoor te zorgen dat de aanwezigen op de hoogte zijn van de huidige situatie rond HIV in Suriname en de regio.